De aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door slagerij J&J Rundekamp, Jan Smit BV en Smit Bokkum. Al 6 generaties en ruim 160 jaar het culinaire visitekaartje van Volendam. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Aftrap. We hebben vandaag twee gasten en natuurlijk sidekick Kees Kwakman. Twee gasten, Hans van der Zee, voormalig trainer van FC Volendam en nu scout van Ajax. Hij heeft onder andere Davinson Sanchez heeft hij ontdekt, Neres en Weber. En daarvoor was hij scout bij PSV. Toen ontdekte hij onder andere Farfan. Hans, welkom. En ga goed met je? Ja, gaat goed. Natuurlijk wat minder met de eerste. Kampioenschap gaat naar PSV, dat is duidelijk. Maar ja, tweede plaats is maximaal en dat moeten we zien te halen nog. Daarnaast zit Jan Keizer. Natuurlijk in heel de wereld bekend. Als zanger van BZN. Vroeger, Jan, dat was praten over vroeger. En nu natuurlijk samen met Annie nou, de wereld veroveren, zeg maar. Gaat het goed? Veroveren is een groot woord. Maar we komen wel in heel veel landen, zoals Zuid-Afrika, Roemenië, noem maar. Daar hebben we heel veel succes. En worden echt als de vedette onthaald daar op de vliegvelden. Okay. Dat is ontzettend leuk om nog steeds mee te maken. Ja. Kees, mijn sidekick. Goedemiddag. Ja, Volendam, vrijdag gevoetbal, Kees. Ja. Ja, dat ging minder. Ja, verloren 3-0 van NEC. Dat is denk ik de aankomende kampioen in de Jubilee League. Dus op zich, dat je daar verliest, is geen schande. Maar ja, de manier waarop was wel een beetje vervelend. Zeker kijken naar het eerste doelpunt wat Volendam tegenkreeg. Ja. Want ze zaten best goed in de wedstrijd. Maar, ja. Ik zag twee kansen voor Stro. Ja, onder andere. Ja. Tol. Ja, zeker. Maar dan uiteindelijk is de individuele kwaliteit van de NEC iets te hoog voor Volendam. Maar ja, goed. Morgen weer een wedstrijd, een belangrijke. En als we die winnen, dan staan we er gewoon bij. Ja, die moet je wel winnen eigenlijk. Ja, daar is de MVV. Concurrent ook, die staan vlak boven je. Ja. Altijd hebben we het altijd lastig tegen. Een vervelende ploeg. Maar goed, die moeten we kunnen winnen, denk ik. Oké. Okay. Hans, wat staat er op het programma voor jou? Heb je nog een trip naar het buitenland in het verschiet? Of dit weekend niet. Dit weekend blijf ik in Nederland. Ik ben bij Ajax Heerenveen, onder andere. En volgende week dan zit ik in Spanje, weekend. Maar ik ben niet met je eens wat je net zei, van NEC wordt kampioen. Want ik denk zelf dat het Jonge Ajax kampioen wordt. Ja. Ze kunnen niet promoveren, maar ik denk wel dat ze kampioen worden. Ik vind het wel de beste ploeg. Nou, het ligt er ook wel een beetje aan wie ze nog tot hun beschikking hebben. Want gisteren speelde volgens mij Dani de Wit ook niet. En Eiting is er waarschijnlijk niet meer bij. Ik denk wel dat dat een verschil is als die drie jongens die belangrijk zijn, als die niet spelen. Cachera is natuurlijk nu bij het eerste een beetje meer. Ja, Cachera speelt vanmiddag tegen Heerenveen. Of, Huntelaar. Of Huntelaar is toch weer terug. Ik sprak hem toevallig eventjes. Maar die hoopt dat hij gaat starten. Maar dat is 50-50. Ja. Maar anders speelt Cachera in ieder geval niet zien. Maar goed, dat is natuurlijk wel bij die jongteams ook wel een beetje het verhaal. Hè? Van, je weet natuurlijk nooit wie je tegenkomt. En bij Ajax, nou, wij hebben het zelf ondervonden met Volendam. Die 7-0 waarin Ajax op zijn sterkst was. En een paar weken later spelen we een oefenwedstrijd. Toen waren al die jongens mee met Ajax naar Portugal in trainingskamp. Die is dan maar een oefenwedstrijd, maar toen wonnen we. Ja, dan merk je wel echt het verschil, zeg maar, als die jongens niet meedoen. Ja, enorm verschil. En ik, voor Ajax is het heel goed. Voor die spelers, om spelen, onder die weerstand te spelen. Maar het is natuurlijk je reinste competitievervalsing. Ja, klopt. Ja, die zijn verschillen. Je gaat naar Spanje dan ook specifiek voor spelers? Ja, specifiek spelers bekijken. Ja. Ja. Maar over het algemeen zit ik het meest in Zuid-Amerika. Of in de Alpenlanden in Europa. Dus vandaar Weber ook, Oostenrijk, Zwitserland. En ik doe ook veel gewoon in Nederland. Ja. Pak je dan ook de lagere divisies in Spanje? Dat daar misschien ook wel in. Tweede elftal van topclubs. En na Spanje doen we eigenlijk alleen als het echt gericht is voor een speler. Ja. En dat is nu volgende week het geval. Iemand die niemand kent hier, maar die toch interessant voor ons kan zijn. Okay. Ja, leuk. Jan, hoe volg jij eigenlijk het voetbal? Nou, bij mij staat het beeld altijd op groen. Daar is mijn vrouw niet zo blij mee. Maar af en toe is het ook zo, moet ik zeggen, de laatste jaren. Het voetbal is natuurlijk minder geworden. En als ik naar Ajax zit te kijken, ik ben in hart en nieren fan van Ajax. In eerste instantie Volendam natuurlijk, hè? Ja, Volendam in Ajax, ja. Maar als ik dan naar Ajax kijk, dan gebeuren er dingen dat ik denk, jongen, wat is dit?
Het is een slecht niveau. Ja. Niet naar de man met hetzelfde kleur shirtje. Ja. Dat zijn de eerste beginselen eigenlijk al. Maar is dat niet over de gehele linie in Nederland? Ja, wel. Het tempo vooral ook. Als je naar buitenland gaat kijken, is het tempo gewoon 2 of 3 keer sneller. Ja. Ja. Ik vind dat we erg ver achter de top zitten, hoor, met in Nederland op het ogenblik. Ja. En er wordt natuurlijk nu alles aan gedaan. Met de KNVB gaan ze het ook allemaal oppakken nu, meer. Maar het is niet 1, 2, 3 op een andere, krijg je dat zomaar een boom omhoog. Hoe volg jij Volendam? En ja, het gaat ook niet zoals het eigenlijk hoort. Het is wel bij mij zo dat vroeger was het echt, had ik echt een zieke dag als Volendam echt verloren had. Dat heb ik gelukkig niet meer. Nee. Dat heb ik nog wel met Ajax, moet ik eerlijk zeggen. Dus nu is de kampioenskamp van Ajax verkeken. Ja. Hoe is dat gekomen dan, Jan, dat je zo voor Ajax bent? Nou, dus ze speelden gewoon het beste voetbal van Nederland, jaren. Ja. Niet altijd onder de boer, weliswaar 4 kampioenschappen. Maar dan vond ik het voetbal ook te veel terug naar de keeper. En zo. Ik ben vast zelf ook een positieve aanvallende voetballer, naar voren toe. Ja. En dan zie ik tot bijvoorbeeld als voorbeeldje de rechtsback van Ajax. De bal terug. Veldman. Die staat niet gedraaid. Dus de weg is al terug weer, van tevoren al. Ja. En dat vind ik dan, dat denk ik, ja. Als je verkeerd open gedraaid staat, dat je dan terug moet. Als je oog hebt voor dingen om je heen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar hij weet dat ook wel, maar hij doet het niet. Nou, je gaat ook best wel vaak naar leuke wedstrijden, toch? Dan zit je met Sjaak Zwart onder andere en zo. Dat is ook een belevenis volgens mij. Ja, ik word uitgenodigd door Geert Couperus, dat is een beheerder van de Champions Lounge, zoals dat heet in Amsterdam. Ja. En daar komt dan een Michelin-kok koken. Die maakt de lekkerste gerechten. En we moeten 3 uur of zo voor de wedstrijd aanwezig zijn. Dat begint dan met een champagne en de lekkerste gerechten eigenlijk. En dan komt daarna Ajax. Maar vaak was het zo dat de kok winnaar was die dag weer. Ja. Man of the match. Die was weer de man of the match, ja. Maar dat is natuurlijk genieten. Het is hartstikke lekker en gezellig. Ja. En dan spreek je Sjaak Zwart, maar ik heb daar iedereen eigenlijk ontmoet. Cruijff, Gullit, noem maar op. Ja. Van de Vaart. En dan zit je daarmee te praten. Ik vind het hartstikke leuk dat zo'n Gullit dan veel van je weet. Ja. Die wist gewoon veel van de successen. En die zegt, dat liedje was ook te gek in dat. Weet je, dat ja, leuk. Maar erg leuk, ja. Ja. Dat had je dan waarschijnlijk andersom ook, met Gullit. Ja, Gullit was natuurlijk een bijzondere voetballer. Ja. Ah, leuk. Hans, Ajax, hoe kan dat nou, dat daar altijd wat is bij Ajax? Je doel denk ik op het bestuurlijke... Er is altijd wat los bij Ajax. Dat klopt, en dat hangt natuurlijk altijd samen met de resultaten. We hebben nu 3 trainers in 1 jaar tijd gehad, van Peter Bos naar Marcel Keizer, van Marcel Keizer nu naar Erik ten Hag. Ja. Dus hij is nooit goed voor de rust in de ploeg. En de bal ligt nu natuurlijk bij Mark Overmars en bij Edwin van der Sar. Hmm. De directeuren die eigenlijk deze maatregelen hebben genomen. En ja, die verwachten dus in ieder geval dat er verbetering komt. Ja. Maar Erik Ten Hag. Ja, heb jij verbeteringen gezien nadat Marcel Keizer werd ontslagen en nu met Ten Hag? Nou, ik vond Marcel Keizer een hele goede serie bezig was. Ja. We wonnen van Feyenoord, we wonnen van AZ, we wonnen van Heerenveen uit met 0-4. Weet je, dus allemaal goede resultaten. Dus er zat een stijgende lijn in. Maar kennelijk was die beslissing om Marcel Keizer te ontslaan daarvoor al genomen. En op het moment dus dat we uit de beker werden geknikkerd door penalties, door Twente, toen is het besluit alsnog genomen. Het is natuurlijk ook eigenlijk niet, Ten Hag moet je natuurlijk ook de tijd geven. Alleen die krijgt hij niet, want hij werkt nu bij een topclub. Dus er wordt natuurlijk heel snel al gezegd van, er is geen verbetering. Maar ja, die heeft ook zijn eigen ideeën en zijn eigen manieren. Ja. Is misschien wel iets minder aanvallend ingesteld. Ja. Wat voor als Ajax in Europa gaat misschien wel weer beter is. Maar ja, in de competitie is het dan weer wat minder sprankelend. Nou, hij heeft afgelopen zondag tegen Vitesse pas zijn eerste wedstrijd verloren in 8 wedstrijden. Dus de resultaten zijn niet slecht of zo. Ja. Maar gemiddeld genomen wel liggen net iets onder het niveau van wat Marcel Keizer had. Ja, je moet hem ook de tijd geven natuurlijk. Die is ook, wat denk je wat daar even allemaal op hem af is gekomen sinds hij hier in de winter is? Maar ja, die tijd krijg je niet, hè? Nee, maar ja, goed, het is wel... Marcel Keizer krijgt die tijd ook niet. Nee.
Ja, dus, ja, over Ziyech bijvoorbeeld, is best wel veel discussie, hè, over het aantal balverlies dat hij leidt. Als jij nou Ziyech zou moeten scouten, dus jij krijgt een tip, je zegt van nou, Ajax speelt een goede speler, Ziyech. En je ziet hem spelen en hij leidt ook 35 keer balverlies bijvoorbeeld. Maar je ziet hem ook dat hij spelers alleen voor de keeper zet. En wat laat jij dan het meest meewegen? Dat is dan de conclusie die jij nu al trekt. Hij heeft te veel balverlies, dat is duidelijk. Andere kant, hij is ook heel creatief. Dus, en dan is het ook het oordeel van de scout. De ene zal zeggen, ja, deze jongen is zo creatief, die moeten we halen. Maar de ander zal zeggen, ja, iemand met 47 keer balverlies, dat is natuurlijk belachelijk in een wedstrijd. Hè? Dus daar zet ik een streep doorheen. Ja. Dus daar moet je inderdaad tussendoor gaan. We hebben uiteraard Ziyech ook gezien bij Heerenveen in de jeugd. En bekeken, toen stond hij nog linksbuiten meestal. En ook in die tijd van Basten speelde hij in tweede. En toen hebben we dus besloten om hem niet te gaan halen. Omdat hij te wisselvallig was. En ook inderdaad toen veel balverlies had. En later hebben we eigenlijk ook onder druk wordt alles vloeibaar. Op een gegeven moment stonden we in de rust tegen Rostov. Stonden we 3-0 achter voor de voorronde Champions League. Ja. En toen is eigenlijk het besluit genomen in de directie. Er moet absoluut creativiteit bij, want anders krijgen we dit seizoen problemen. Ja. En dat was dat seizoen van Peter Bos. Ja. En toen is eigenlijk die beslissing genomen van we gaan hem alsnog op het laatste moment halen. Ja. En het is in het begin zeker een uitkomst. Want zo'n creatieve jongen was heel belangrijk. Ja. Hadden we nodig op dat moment. Ik heb wel een beetje het idee dat Peter Bos hem iets beter onder de duim had. Weet je, ik denk toch dat als je... Dat hij nu ietsje meer zijn gang gaat en dat ze misschien wat minder kritiek op hem durft te hebben. Terwijl ik een interview met hem las en over zijn broer ook. Die was enorm kritisch op hem ook. Dat ik denk van ja, weet je, durven ze wel tegen hem ook te zeggen van ja jongen, 47 keer balverlies. Ja. Dat kan eigenlijk niet, weet je. Ja, kijk eens naar een De Bruyne of zo, die lijkt geen 47 keer balverlies in de wedstrijd. Ook een creatieve speler. David Silva ook niet. Nee. Nee, dat klopt. Dus als hij daar naartoe wil, dan vragen we wel eens af, durven ze wel tegen hem ook aan te pakken of ook tegen hem te zeggen? Dat weten wij niet, nee. Hè, hoe een trainer daarmee omgaat. Je moet als speler ook natuurlijk creatief en kritisch zijn op jezelf. Ja. Kijk, niemand maakt er een probleem van, Jan, als hij veel balverlies leidt, omdat hij risicovolle passes neemt. Maar wat hem kwalijk wordt genomen, zijn houding, dat is dat hij ook de simpelste ballen verspeelt. Als je hele eenvoudige ballen gewoon verspeelt. Ja, die Volendammers waren, niet omdat ik hier nou zit te vallen, maar die waren altijd heel goed in met hun techniek om nooit een bal te verspelen. Zoals Wim Jonk, die verspeelde zelden een makkelijke bal. Ja, wel een dieptepaas op Bergkamp. Maar dat kan en dat mag. Ja. Dat mag, maar Gerrit Muren verspeelde nooit een bal op middenveld. Ja. Omdat hij een goede techniek had en hij stelde zich in dienst van de ploeg. Maar Ziyech, die verspeelt nu soms hele makkelijke ballen. En dat werkt irritatie. Ja. Als zijn dieptepaars niet aankomen, neemt niemand hem kwalijk. Maar dan krijg je ook zijn houdingen nog bij natuurlijk. Ja. Naar het publiek toe. Ja. Dat is ook niet altijd even goed. Maar goed, die houding heeft hij altijd al gehad. En als het goed ging, die had hij ook onder Bos. Weet je, toen liep hij ook. Het lijkt net een beetje of het hem niet interesseert, maar... Dat valt op als het minder gaat. Natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Ja. En natuurlijk met het publiek. Weet je eigen, ik blijf bij je eigen spelers uitsluiten. Dat is iets... Verdette neiging, hoor. Ja. Ja. Het begint toch met dat je je eigen speler uitfluit. Ik vind niet dat dat moet je nooit doen. Dat moet je nooit doen. En dan krijg je een reactie, ja. Hans, de jeugdopleiding van Ajax. Is dat de beste jeugdopleiding van Nederland? Ja, dat denk ik wel, ja. AZ hebben we natuurlijk ook nog. Ja, tuurlijk. AZ doet het goed. Ja. Als je kijkt dus naar de... Ten eerste heel simpel naar de resultaten. Want dat is het enige wat meetbaar is eigenlijk. En jongens die doorkomen in het eerste. En bij de laatste jaar natuurlijk veel meer spelers in het eerste gehad die uit de jeugd kwamen. Nu komen ze pas bij AZ. Het laatste jaar en een paar hele goede ook. Maar wij hebben natuurlijk de laatste 5 jaar nog gewoon veel meer spelers in het eerste gehad die uit de jeugdopleiding komen. En ook, we winnen gewoon bijna alles van AZ in de A1, de B1, de C1. Onder 15 heet het tegenwoordig, onder 17, onder 19. Dus qua meetbaar is zijn wij nog veel verder. We hebben ook 25% van alle jeugdinternationals is van Ajax. AZ heeft 10% ongeveer. Ja. Daartussenin zit nog PSV. En Feyenoord die staat een beetje gelijk hoogte van AZ nu. Maar AZ komt eraan. Heel goed bezig. Ja. Ook het eerste helft. Is ook goed natuurlijk voor
voor het voetbal gewoon in ik zie het ook als een concurrent. Ja. Maar het is wel een topwedstrijd voor de jeugd erbij. Want eerst voor jullie ook weer beter, dat er weer een concurrent bij komt, toch? Eerst hadden we alleen maar als topwedstrijd Feyenoord en PSV. Ja. En nu is bij de jeugd zien we elk een wedstrijd tegen AZ echt wel als een topwedstrijd. Ja. Maar is het een utopie om te denken dat Ajax het alleen met jeugdspelers zou kunnen redden? Ik denk niet dat dat kan, nee. Alleen jeugdspelers. Ook zeker in het begin, toen met die revolutie met Johan Cruijff, was er duidelijke neiging om alleen maar eigen opgeleide jongens voorkeur te geven. Ook. Maar nu, op een gegeven moment, kwamen we er toch achter. Ja, we moeten toch ook weer naar Zuid-Amerika, want daar zijn ze ten eerste financieel makkelijk haalbaar. En ten tweede, ze hebben een honger, een gretigheid die wij in Nederland niet hebben. Ja. En in Europa niet hebben. Maar en dan krijg je dus Davinson Sanchez en David Neres van voor de winterstop. Na de winterstop raakt hij geen bal. Maar de David Neres van voor de winterstop was natuurlijk top. Ja. Maar en nu niet. Is het dan zo dat de markt in Europa nu minder is voor Ajax dan hiervoor? Nee, maar het is natuurlijk nog nooit echt geweest met alleen maar eigen jeugdspelers. Dat Ajax een Europa Cup won. Of er zijn altijd wel een paar jongens van buitenaf bij geweest. Ja. Moet ook wel natuurlijk, want je moet ook weer doorverkopen. Zoals met Sanchez bijvoorbeeld. Ja. Je moet ook natuurlijk geld. Dat is er genoeg in ieder geval. Ook dat? Ja, Sanchez is natuurlijk een voltreffer. Ja. Jij speelde in de jeugd bij Volendam. Ja. Tot op een gegeven moment moest je toch die beslissing nemen. Om te kiezen voor. Ja. 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 Nou, mijn vader werd gek. Want ik zat tegen een contract aan, zeg maar. Betaalde jeugd en zo. Ja, jij voetbalde toch met Arnold ook nog? Of niet met Arnold gevoetbald? Arnold was jonger. Ik was wat ouder. Okay. En ik heb tegen Sneijder gespeeld, die ooit bij Feyenoord. En die zat toen bij Go Ahead in de jeugd. Dick Sneijder. Dat was de achterste man. Het jeugd van Go Ahead was in die tijd heel sterk. Die had een voetbalschool. Oh ja. En dan had ik bijvoorbeeld een keer kreeg de bal aangespeeld. Dan zei die Dick, Kees, pak jij die bal even van dat jochie, weet je wel? Want die zat daar zo een beetje, die was de baas in die achteruur, weet je wel. In Hoekema, Van der Leij, dat soort speelders, tegen gevoetbald, tegen Ajax en Feyenoord, noem maar op. En was natuurlijk een prachtige tijd, maar toen op een gegeven moment koos ik toch voor muziek. En mijn vader die werd gek, want die had eerst gezegd, voetballen wordt niks, want dat ken ik toch zelf ook niet. En toen ik dan een keer een corner moest nemen zo bij een thuiswedstrijd, toen zei hij, tweede paal Jan. En ik gaf die oog, maar we hadden in die tijd een aantal jongens in de ploeg. Hans de Kip, Kees Loegen, Jaap. Jaap Stijn? Nee? Jaap Stijn was er ook. Ja. En die kopte die bal er dan in. Toen zei hij, luister maar naar je vader, weet je wel. Dus dat. Maar en toen ik toen zei dat ik ging muziek maken, dat vond hij natuurlijk helemaal vreselijk. Zei hij ook dat wordt niks? Dat zou ook niks worden. Ja. Maar dat geeft mij een bepaalde stimulans om er wat voor te doen en om het te halen. Maar zei hij het zo van even terloops? Of zei hij echt van jongen, luister nou eens even, dit gaat hem niet. Hij wist me wat te prikkelen, Kees. Ja, hij deed het ook op die manier. Dus ja, nou, dat kwam wel aan. Ja. Ja, en dan zingen, dat wordt niks. En toen later zat hij weer trots in Carré te kijken. Ja, gelukkig maar. Ja, wel. Ja, jij was eerst drummer, toch? Ik was eerst drummer. En ik ben eigenlijk in eerste instantie als drummer begonnen. Toen later naar WSTN dan. Eerst een andere groep nog. Toen kwam ik bij WSTN. En toen later daar de microfoon gepakt. Ja. Maar zat dat er altijd in trouwens, dat zingen? Zingen vond ik eigenlijk veel leuker. Maar de muziek die wij met WSTN maakten in het begin met Jan Kies. Ja. Met alle respect, dat was. Ik denk dat Jan Kies ook ijzeren stembanden had. Ja. Dat is een jongen uit Volendam dan, Hans, voor jou even. En die zong dingen van Sleet. Nou, dat was zo hoog in scherp. Ja, was daar kon je eigenlijk één liedje, dan moest je naar huis. Naar de dokter meteen ook. Maar dat kon hij 24 uur achter elkaar volhouden. En die zag eruit als Mick Jagger in die tijd. Dat was echt een frontman. Een soort Roger Daltrey of een Mick Jagger type voor de band toen. Maar toen de animo voor dat soort muziek minder werd, kwam er melodieuze muziek als Nights in White Satin van de Moody Blues en zo. Ja. Toen moesten we andere muziek gaan maken, maar de mensen die voor ons bij onze zalen kwamen, die kwamen voor de hard rock. Dat was even een omschakeling. Wij maakten al mooiere melodieën. Ja. Dat werd dus, toen vielen we tussen wal en schip. En met Annie hebben we de mazzel gehad met Mon Amour. Ja, toen waren we meteen wereldkampioen en toen konden we overal naartoe waar we wouden. Tja.
Ja, leuk. Ja. Oké, okay, we hadden het net even over de jeugdopleiding van FC Volendam. Ik ben van de week ben ik op visite geweest bij Micha Salden. En ik vroeg aan hem hoe of het staat met het contracten en met de trainers van onze jeugdopleiding. Nou, het klopt dat deze maand binnen betaalde voetbal ook bij de trainers wel een beetje wordt gebruikt om puntje op de i te zetten. Dat kan verschuiving met zich meebrengen. Dat kan nieuwe trainers met zich meebrengen. Een aantal trainers die hebben daar een doorlopende verbintenis. Bijvoorbeeld een Sander Verhaert en Urvin Lee. Een aantal jongens die zullen de komende weken, ik verwacht binnen een week of twee, daar uitsluitsel over krijgen. En dan kijk je altijd van oké, hebben jongens hun kans gehad? Moeten we weer nieuwe jongens binnenhalen? Kunnen we misschien trainers uit het dorp binnenhalen? Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen. Diploma eisen waar we aan moeten voldoen. Dus dat is op dit moment in volle gang. Met name Gijs Luyrink, die doet het heel goed. Hoe staat het daarmee? Nou, Gijs is gewoon een hele goede groep. Nee, maar kijk, Gijs is natuurlijk bij ons ook een prima trainer die naast zijn spelerscarrière diploma's is gaan halen, heel ambitieus is en daar zijn we ook erg tevreden over. Dus dat betekent dat dan de ambitie van Gijs, daar moet je mee in gesprek gaan. We hebben ook met Gijs een gesprek gehad. En dan kijken of je daar toekomstgericht een vervolg aan kan geven, zodat zowel dat bij onze visie past, maar ook bij de visie van Gijs. Ik heb het idee dat we daar redelijk op één lijn zitten. Alhoewel ja, in de voetballerij kun je nooit helemaal plannen. Maar de intentie is wel om met Gijs bij de club natuurlijk door te gaan. Jij zei net van misschien wel trainers aantrekken van binnen de gemeenschap. Kun je daar duidelijker over zijn? Is dat aan de orde? Nou kijk, we hebben natuurlijk altijd als visie bij de club om te kijken of het nou spelers is bij de jeugd of spelers is bij het eerste. Om te kijken wat hebben we in het dorp. Daarna kijken we regionaal of mensen die verbinding hebben met de club. Hè, zoals een jeugdtrainer als Barry Opdam die natuurlijk gevoetbald heeft. Of Gijs Luyrink. Dus zo kijken we altijd. Dus dat betekent dat als er in de organisatie mogelijkheden zijn om trainers vanuit de amateur door te laten stromen. Of vanuit het dorp in te laten stromen. Dan zijn dat altijd serieuze opties. Dus eigenlijk is dat misschien wel het eerste waar we naar kijken. Ik wil niet zeggen dat het ook altijd lukt en dat het ook altijd kan. Want ook daar zit je weer aan diploma-eis en kwaliteit. Maar we proberen dat wel altijd. En soms lukt dat niet. En kom je daar beter uit. En het zou zomaar kunnen dat het dit jaar wel gaat lukken. En dan gaan we even hogerop naar de selectie, naar de hoogste selectie. Zijn daar spelers waarvan jij verwacht die niet meer zullen aantreden volgend seizoen? Ja, kijk, we hebben een groep van 36 spelers. Daar zie je natuurlijk nu al een aantal jongens die een contract hebben bijvoorbeeld en wat minder aan spelen toekomen. En dan vooral minder in het eerste elftal. Dus daar moet je dan kritisch naar kijken. Daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal jongens die misschien elders een stapje kunnen of willen maken. Dus die daardoor, zoals Hobie, die daardoor een andere stap zal maken. Dus dat zullen wij ook moeten invullen. Maar ik vind het ook wel gezond als er altijd een bepaalde shifting in een groep komt. Dat je toch weer met jongens die dit jaar niet zichzelf zijn geweest. Of dat de trainer het niet in ze zag zitten. Ja, die zijn nu teleurgesteld. Ja, en als je nu op voorhand al weet dat die situatie volgend jaar niet heel veel zal veranderen. Dan doe je ook die jongens er geen plezier mee. En dan moet je ook afvragen of het zinvol is of slim is om die jongens dan in je groep te hebben. Wij houden natuurlijk van nieuwtjes bij de aftrap. En, kun je namen noemen die dan niet meer van ons seizoen in de selectie te vinden zijn? Nee. Hobie, dat zal niet zo zijn. Ja, dat was, Kees Kwakman, Jack Tuip. Nee, maar dat is niet zo, omdat ik ook vind dat die jongens dat eerst gewoon van ons moeten horen. En wij hebben daar nog geen definitieve besluit ingenomen. Dus de beslissing moet nog vallen. En dan krijgen die jongens dat ook van ons uiteraard te horen. Ja, dat was Micha Salden en die sprak over onze jeugdopleiding. En natuurlijk ook over het hoogste elftal. Kees, als je Micha zo hoort, wij hebben een goede jeugdafdeling. Wat vind je ervan? Nou ja, ik vind het gewoon knap. Weet je, dat een club als Volendam het altijd weer voor elkaar krijgt om of jeugdspelers te verkopen. Zoals ook afgelopen seizoen weer is gebeurd. Drie jongens zijn ook naar Ajax gegaan, onder andere. Ja, waarvan eentje het volgens mij hartstikke goed doet. Pinas, hè, geloof ik. Dit is de Jamilio Pinas, spits. Ja, doet het goed. Doet het goed. En twee jongens naar het buitenland ook. Eentje zelfs naar Everton en naar AS Roma. Ja, dat is gewoon toch, dat krijgen we toch voor elkaar met ons kleine clubje. Met een klein budget. Jongens die natuurlijk hier her en der een beetje afvallen, maar ook die al
in een vroeg stadium worden opgepikt door Volendam. En je ziet het ook terug in het eerste elftal, waar ook weer jongens zoals een Gijs Mal dan weet je de hele jeugd doorlopen en die komen er dan in. Ja, Joey. Nou ja, Joey, ja. Maar met name ook jongens die van buiten dan. Dat is gewoon hartstikke leuk om te zien dat die jongens Boy en Kemper. De kans krijgen. Boy Kemper doet het goed. Ja, Boy Kemper. Speelt ook in Nederland onder 19 nu. Ja. Maar het is natuurlijk ook leuk als je als Volendammer naar de televisie te kijken. Je ziet Kuwas spelen die bij Volendammer speelt. Ja, precies. Ik vind het wel leuk hoor. Ja, dat is Kramer. Een voorbeeld. Weet je. Tweede klasse werd hij opgepikt, Kuwas. KFC wel op een latere leeftijd. Ja. Maar ja, dat is toch, Volendammer heeft toch altijd wel weer oog voor dat soort jongens. Ja. En dat is gewoon knap. Ja. Hans, kijken jullie ook vaak naar Volendam? Ja, zeker. Ja. Ja. Bij ons is jeugdscout Wim Ballap, Wim Kwakman, vriend van Jan. Ja, van jou ook een bekende, ken je? Ja, die ken ik, ja. Ken hem ook, oké. Ja, hij kent hem via zijn moeder. Maar, dus die houdt sowieso alles in de gaten. Maar Boy Kemper heb ik zelf ontdekt in de B1 twee jaar geleden. En die doet nu dus ook goed. Dus we houden ze zeker in de gaten. Ook nu weer in de jeugd lopen hier toch wel weer een paar goede jongens rond. En als je nou bijvoorbeeld Joey Veerman neemt? Hebben we ook lang over gesproken bij Ajax. Of we die eventueel erbij zouden nemen. Maar uiteindelijk toch vonden we toch dat hij een te laag tempo had van spelen. Handelingssnelheid. En hebben we het niet gedaan. Is dat niet te corrigeren, zoiets? Tot op zekere hoogte wel, ja, denk ik. Ja. Ik denk ook dat Ajax heeft natuurlijk op die positie een jongen bijna van dezelfde leeftijd, Karel Eiting. Die komt nu ook gelukkig, mag hij een beetje meer meedoen in het eerste. Ja. Ja, dan moet je ook wel kijken van, moeten we dan Joey er wel bij nemen, terwijl we Eiting al hebben. Precies, ja. We hebben Donny van der Beek, Frenkie de Jong, die zijn maar één jaar ouder dan Joey. Maar in de A1 heb je nu Mike Eerthuizen, goede centrumverdediger, Brian Plat, goede centrumverdediger, rechtsback. Die Tunesische spits, vind ik. Plus het zou voor Joey gewoon ook goed zijn om eerst een stap weer om handelingssnelheid om daaraan te wennen voor hij. Ja. Want voetballend gezien heeft hij gewoon natuurlijk de potentie om eventueel ooit de top te halen. Maar goed, er komen nog wel meer dingen bij kijken natuurlijk. Maar hij haalt de derde divisie, kan hij wel aan. Ja, met twee vingers in zijn neus. Ja? Als ik, Maar welke ploegen denk je dan aan? Nou ja, de Eredivisie, dan heb je het dus ook over, hebben we het net over Sanusi en Dugal die bij Sparta spelen. Dat is de Eredivisie. Yeah. Ja, maar ook een club als Utrecht of Heerenveen, daar kan hij best. Dat kan die voetballers makkelijk aan. Alleen, er komen meer dingen bij kijken. Daarom denk ik ook dat hij een stap moet gaan maken, want hij moet geprikkeld gaan worden. Ja. Dat gaat een voetballer gewoon te makkelijk af. Ja. Maar ja, hij is nog jong. Maar kun je dan ook beamen wat Hans zegt, van dat hij daaraan moet werken? Ja, natuurlijk. Hij moet dan alles nog winnen. Ook voetballend. Het is nou niet dat die voetballer niks meer hoeft te leren. Maar hij moet met name ook het gedeelte zonder bal en het vuile werken moeten opknappen. En je hebt maar heel weinig spelers. Die kijk, Pirlo was een speler. Ja, die hoefde verdedigend niet zo heel veel te doen. Omdat hij 3 achter hem had die het wel oploste. Plus, hij was voetballend zo ontzettend goed. Ja, als je op die positie speelt, dan zou je het op die manier kunnen oplossen. Maar dan heb je het over absolute wereldtop. Nee. Maar als jij op de positie speelt waar Joey speelt. Ja, dan moet je ook andere dingen doen als je de bal niet hebt. Ja. En dat is voor hem natuurlijk een uitdaging. Daar is hij al wel stukken in verbeterd hoor. Als ik hem vergelijk met hoe die was in de A1 bijvoorbeeld. Dus dat komt wel goed. Maar goed, dat is ook een stukje begeleiding en dan een stukje omgeving. Ja. Ja, dat, en de trainers die hij tegen gaat komen. Maar dat reikte jij hem ook aan? Ik was daar ook mee bezig, met hem. Maar goed, hij was toen, volgens mij was er sprake op een gegeven moment van dat hij naar Utrecht zou gaan. Ten Hag was er toen nog trainer. Ja, dat had voor hem natuurlijk fantastisch geweest. Ten Hag als trainer en een club als Utrecht, dicht in de buurt. Een stapje misschien wel net even te hoog waar hij moet aanhaken. Ja, dat zijn de clubs waar hij... goed, en dan zien we wel. Ja, het is altijd moeilijk om te zeggen. Ja, daar weet Hans alles van om potentie uiteindelijk waar het gaat reiken. Ja. Hans, Zuid-Amerika, we komen er toch nog even op terug. Lopen daar nu spelers waarvan je zegt van, die zouden in de toekomst wel wat zijn voor Ajax? Ja, zeker. Kijk, de vijver is daar veel groter. Hè? Ja. Brazilië heeft 210 miljoen inwoners. Dus daar loopt altijd wel wat rond. En hoe werkt dat dan eigenlijk precies? Jullie werken dan samen met iemand die jou dan bijvoorbeeld een tip geeft? Van die Sanchez of er loopt daar een Voor scout is natuurlijk het belangrijkste is je netwerken eigenlijk. Ja. Hè? Dus wij krijgen tips uiteraard. Maar Sanchez heb ik voor het eerst gezien op het toernooi van Toulon. Heel ander toernooi. In 2014. In Europa, ja.
is gewoon Europa. En toen voor het eerst gezien, Neres heb ik voor het eerst gezien op de Copa Sao Paulo in januari 2015. Op een groot toernooi waar iedereen was. Ja. En toch viel hij niet op. En ons viel hij wel op. Ja. En, ja. Is het dan rechtsbuiten? Ja, hij heeft altijd rechtsbuiten gespeeld. Veel mensen zeggen nu van hij moet op links, omdat hij linksbenig is. Maar wij hebben hem gescout als rechtsbuiten. En hij heeft ook altijd rechtsbuiten gespeeld. Ja. Alleen hij maakt nu inderdaad, het is net of hij na de winterstop zijn tweelingbroer heeft gestuurd. Want hij heeft geen assist meer. Ja, eentje. Tegen maar bij Neres lijkt mij, dan heb jij dus echt ook zijn potentie moeten. Ja. Want die was ook op het begin hier bij Ajax, weet je, had ook iedereen natuurlijk twijfels in. Dan heb jij dus waarschijnlijk een paar flarden van hem gezien. Ja, dat je denkt van, ik heb hem in de jeugd gezien en toen brak hij door op een gegeven moment bij een grote club. Sao Paulo speelt hij, de grootste club van de staat Sao Paulo. En hij heeft maar 9 wedstrijden in het eerste gespeeld en toen haalden we hem. Dus Mark Overmars, die heb ik heel veel mee gesproken toen in januari. Van, ja. Hoe ver moeten we gaan? Moeten we het doen? En op een gegeven moment voelde Mark ook een beetje druk van er moet iemand bij komen. Ja. Wat toen weer dwars zat was, voor Neres tenminste, het was eigenlijk de enorme doorbraak van Justin Kluivert. Waardoor, die was niet te stuiten, waardoor Neres gewoon op de bank zat een half jaar lang bijna bij Peter Bos. Ja. En pas onder Keizer is hij doorgebroken. Ja. En die begon ook met hem op de bank, maar toen hij hem vertrouwen gaf, toen ging hij goed spelen. Ja. En toen ging hij scoren. En nu is hij lijkt me ook ontzettend spannend voor jou als scout. Weet je, dat je natuurlijk, er wordt veel geld, je wordt in vertrouwen. Nou, je hoort waarschijnlijk nooit als het goed is, dan hoor je het niet. Als het slecht is, dan weet je ze te vinden. Het allebei. Ik krijg ook wel eens lof voor iemand waar ik eigenlijk niet zoveel aan gedaan heb. En omgekeerd krijg ik ook wel eens kritiek op iemand waar ik ook niks mee te maken heb. Ik krijg nu bijvoorbeeld, zeggen ze, ja, die Origuele, die kan er niks van. Maar ik had hem, daar had ik eigenlijk weinig mee te maken. Maar word je altijd betrokken bij niet altijd. Bij aankopen? Nee. Kijk, Mark Overmars is de baas. Is technisch directeur. Ja. En die bepaalt en die kan dingen doen in zijn eentje, maar gelukkig doet hij het wel altijd in samenspraak met de scouting. Dus als het over Zuid-Amerika gaat, ben ik er uiteraard bij betrokken altijd. Maar komt het ook wel eens voor dat jij bijvoorbeeld uit de krant moet halen dat Ajax een speler aangetrokken heeft? Uit de krant niet, maar wel is iemand die ik helemaal niet ken of zo, bijvoorbeeld Christensen. Dan misschien. Origuela kende ik wel, ik ken ze allemaal wel in Zuid-Amerika. Maar Christensen bijvoorbeeld, de rechtsback, die heb ik nooit gezien. Maar is ook niet erg, want we hebben daar een hele goede scout zitten. Sean Steen Olsen. Ja. Als die zegt het is oké, en er komt nog iemand en die bevestigt dat, dan kun je er wel van uitgaan dat het de goede is. Ja. Nou, maar zo, dat is dus wel iemand waar ik niet bij betrokken ben geweest. Ja. Jan, de voetbalwereld, de trainerswereld, laat ik het dan zo zeggen. Ja het is toch een mooie wereld, is het toch? Het is toch het mooiste wat er is eigenlijk, het voetbal. En hoe dat ook werkt, want ik bedoel, het is ene moment halleluja kameraden, in het andere moment moet hij weg. Ja. Dat heb je ook. Er is zoveel afwisseling in. En, je kunt het binnenkant paal, dan ben je gewoon een slechte keeper eruit. Ja. En als hij hierin gaat, ben je een goede trainer. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus met de muziek ook wel een beetje zo, toch? Als jij vroeger een slecht nummer, dan zeggen ze, het is over met de beesten. Dan hadden jullie niet zoveel slechte nummers. Maar, als je in een flow zit van succes, dan. Dat maakt het niet zoveel uit. Dan maakt dat niet uit. Maar met voetbal, ja. Op het ene moment, die voetballers die zijn even niet in vorm. Dat kan. Yeah. En dan heb je alweer een probleem. En dan heeft die trainer het gedaan. Zo is dat vaak. Kan je goed omgaan met kritiek, ja? Dat moet je leren gewoon door de jaren heen. Ja, want in het begin lag ik daar ook wel van wakker. Weet je, als ze wat, meestal is het ook onzin. Dus hebben ze niet goed, weten ze eigenlijk niet goed wat je doet. Het is gewoon zo, weet je. Maar daar leer je wel mee omgaan. Ja, want ik kan me herinneren dat jij toen uit de BZD stapte. Oh ja, dat nog was even heftig. Een aantal fans die namen jou dat nogal kwalijk. Ja. Dat je toen samen ging met Adi. Ja, dat was best wel rot, lijkt mij dat. Ja, maar als je zou weten, als je er dichterbij op zit, dan weet je dat eigenlijk logisch was. Wij werden eigenlijk gevraagd om voor Mies Bouwman op te treden. Die werd toen 80. Ja. Dus de afgelopen tijd overleden. Ja. Dus alweer 8 jaar geleden. En die vroeg ons, omdat Mollemoer was haar lievelingslied. En we hebben zo vaak bij haar in het programma gezeten. Ja. Toen vond ik het gewoon erg leuk om dat voor haar te doen.
licht uitspelen. In de veronderstelling, ja. In de veronderstelling om, om daar gewoon met haar dan dat te doen met een orkest. En dan, daarna was het afgelopen. Alleen, die hele zaal zat met vol met bekende Nederlanders. Ron Brans, Teder, André van Duin, noem maar op. En die kwamen allemaal na afloop bij ons in de foyer. Zei, je moet met haar weer een plaat gaan maken, man. Is toch leuk? Waarom niet? En ik was op dat moment solo. En ik had het eigenlijk, ik kon bepalen wat ik wou. Ik kon doen wat ik wilde. Ik schreef mijn eigen liedjes en teksten. En toen vond ik het, denk ik, toch wel weer grappig. Toen wij daar stonden, leek het net of ze nooit weg geweest was. En het was een groot succes. En toen heb ik dat gedaan. En dat is dus de aanzet geweest. Ja, als iemand dan zegt, ja, maar hij heeft het allemaal zo gepland. Ja, dat gaat me te ver. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat was helemaal niet zo. Nee. Hans, het trainerschap. Jij bent ook trainer geweest bij FC Volendam. Voor één seizoen. Waarom was dat eigenlijk toen? Maar dat is 21 jaar geleden. En achteraf blijk ik de laatste trainer geweest te zijn die zich handhaafde met Volendam in de Eredivisie. Ja. Behoorlijk probleemloos eigenlijk. Dus was, ja. Wat waren was er op het goede moment? Die tijd, Hans? Eredivisie. Ja. Nee, maar welke spelers had je toen? Ik had op doel had ik een prima keeper, Edwin Zoetebier. Rechtsbek Ab Persijn uit Monnikendam. In het centrum René Binke met Robert Molenaar. Oké. Okay. Die was aanvoerder Molenaar. Linksbek Luc Nijholt of Ab Plugboer. Dat wisselde een beetje af. Ja. Middenveld hadden we Marcel Valk rechts. Want ik speelde met een ruit op middenveld. Marcel Valk was erg goed, ja. Ja. Ook een moeilijke jongen, maar wel heel goed. Stofzuiger toch een beetje? Nee. Ook wel voetballer. Ja. Ik heb later weggestuurd, kreeg ruzie met Dick de Boer. Willem II toch? Ging hij toen naartoe? Ja. Met Dick. In de punten achteren stond Gert Aandewiel, die had ik gehaald van Quick Boys, amateurs. Punt naar voren stond Gove Dadica uit Servië. Linkshalf stond Johan Steur, heel goed toen, nog steeds. Liep wel op zijn laatste benen toen, min of meer, maar heel waardevol. En spits was Samatsik, die later was heel erg goed. Linkspoot, die later naar Feyenoord ging. Ook nog bij Heerenveen heeft gespeeld. Ja. En tweede spits was een totaal onbekende. Die kent niemand meer. Toumani. Met die neus. Ja. Jezus. Ja. Ayan Toumani. Ja, dat was wel een goede ploeg. Als je dat even zo... Die had een neusje voor de goal. Die had een neusje voor de goal. Ja. Een Turkse Duitser. Ja. En op de bank zat Ashwin de Bruin. Die had ik van AFC amateurs gehaald. Ja. En het was, die was 2,05 meter en die kon niet kloppen. Nee, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Hoe heb jij nou ervaren? Dat klopt echt. Ja. Ja, dat klopt, hoe heb jij nou ervaren? Want je hebt op verschillende plaatsen geweest. Je komt overal. Dus je bent Ajax nu. Als je terugkijkt naar Volendam. Hoe zie jij dat Volendam dan? Ja, Volendam. Eerst moet je natuurlijk als trainer beginnen te wennen aan een paar termen. Weet je wel, van Vrom, als we Binken riep, ja, denk je, waar heeft hij het over? Ja, ja. Of Ierreg, of dat soort teksten. Ja. Maar als je daar een beetje aan gewend bent, dan merk je het wel. Het zijn natuurlijk wel keiharde werkers. Het zijn ook die Volendammers, vond ik wel winnaars ook. Die ik in de ploeg had in ieder geval. Ja. Dus leuk. En ook de sfeer was natuurlijk optimaal, omdat we ook goed presteerden. En het jaar daarna onder Dick was natuurlijk een drama, want toen degradeerden ze. Ja. Daarna kwam Andries Jonker. 17 of zo, weet ik niet. Voorlaatst in de eerste divisie. Ja, dat was een donkere periode. Ja. Van der Rijden. En toen zat ik gewoon daar achter dat doel met een trommel. Hè? Weet je wel, dan ben je een echte supporter. Ja. Maar Dick had wel de pech natuurlijk dat zijn schoonzoon, toen ik wegging, ging zijn schoonzoon, die ging naar Sunderland. Ja. Die vertrok ook. Ja, dat klopt. Dat was een mooie tijd. Ja. Maar ook met Van der Rijden, dat was ook een leuke tijd. Ja, dat was lekker spannend. Ja. Met die oogsponsors, puzzel. Ja. Denksport? Ja, dat ging niet helemaal lekker heen dan. Er is maar één trainer die is kampioen geworden met Volendam in de eerste divisie na mij. En dat was Stanley Menzo. Ja. Heeft eigenlijk heel goed gedaan. Ja, absoluut. Zo goed. Zie je maar weer dat het toen goed ging, toen daarna weer minder. En toen weer kampioen. Het komt altijd wel weer goed. Ja. Oké, we hebben het natuurlijk over trainers. En we gaan nog even terug naar Misha Salde. Want ik vroeg aan hem van... hoe zit het eigenlijk met je eigen contract? Stel nou eens dat de club zegt van in het negatiefste geval van we gaan niet verder. Kun je dan weer terugvallen op je hoofd jeugdopleidingschap? Nee, want daar zit Stanley van Kesteren en die heeft een doorlopend contract. Dus dat kan niet. Dus dan ga je verder opkijken. Mocht het zo zijn?
Nou ja, kijk, überhaupt, kijk, ik wil graag door. Dus die onderhandelingspositie voor mij is bij deze een stuk minder. Nee, maar ik wil graag door, omdat we iets met elkaar ingezet hebben. Je hebt een aantal stappen gemaakt met elkaar. En ik wil daar graag in verder. Dat weet de club ook. Uiteindelijk moet wel iedereen daar een goed gevoel bij hebben. En als dat niet zo is, ja, dan kan het zijn dat je weer verder moet kijken. Maar oké, dat is ook de voetballerij en zo zit het in elkaar. En als dat zo is, dan zal dat zo gebeuren. Kees, wat denk jij dat Micha gaat doen? Ik heb geen idee, echt niet. Nee. Bepaalt hij dat zelf dan? Of gaat Henk Kras dat bepalen? Hij moet een gesprek met zichzelf hebben, volgens mij. Nee, dat gaat Henk uiteraard in samenspraak met andere, de technische vijfhoek. Staat dat, want Stanley van Kester zit daarin, Jack Duip inmiddels, nou Micha zelf ook. Maar stel nou eens dat je de play-offs niet haalt, ik bedoel. Ja, maar goed, dat kan natuurlijk ook pas, in midden april pas, kan die beslissing pas vallen. Dus ik denk niet dat je kan wachten tot midden april, of je moet het in samenspraak doen, dat je zegt, Micha, het is daarvan afhankelijk, maar dat vind ik wel een beetje heel korte termijn. Ik denk wel dat je nu een beeld hebt van, wat kan Micha nog betekenen voor ons? En, na die slechte start is het op zich helemaal niet slecht gegaan daarna, denk ik. Nee, dat is echt het probleem geweest dit seizoen. Ja. Want als jij kijkt naar die eerste tien wedstrijden, dan draaien wij gewoon volgens mij top 7 mee. Ja. En dat is ook waar we thuis horen. Alleen als je zo slecht start, dat is echt ongelooflijk geweest. En daar is al veel over gezegd. Heeft ook tegengezeten natuurlijk. Maar al had je maar 5 punten meer gehaald toen, dan had je nu gewoon al achtste gestaan. En had je gewoon de play-offs gaan halen. Dus. Ja, we moeten nog vol aan de bak. Ja. Maar het zal niet makkelijk worden. Een lastig programma hebben we nog. Moeilijke uitwedstrijden. Cambuur uit, Emmen uit, Jong PSV uit. Ja. Maar goed, thuis. Maar wat speel jij voor rol nog dan? Nu? Nu nog niks. Nee, daar gaan we volgende week nog een keer over zitten. Gisterochtend heb ik daar even kort over gezeten met Tom Tol van het bestuur. En daar gaan we ook volgende week nog een keer even met Micha onder andere. Het was een beetje hectisch deze week. De voorzitter was ook op wintersport. En Micha had wat privéproblemen. Dus het was. Nu ook maandag weer een wedstrijd, dus ik vind ook dat ze zich eerst op belangrijkere dingen moeten richten en dan zien we daarna. Je kan altijd nog in dat pak van vroeg. Ja, daar zoeken ze nog wel iemand voor, dus ga ik als mascotte. Alles voor de club, hè? Maar het is te hopen dat Micha in ieder geval dan behouden blijft voor Volendam. Mocht het. Ja, dat is de vraag of dat dan nog kan, hè? Als je al hoofdtrainer bent geweest, of je dan nog in een andere functie, of je dat überhaupt zelf al wil. Ja, ik zou het hartstikke zonde vinden als hij de club verlaat, want hij heeft ontzettend veel voor de club gedaan. Absoluut. In allerlei geledingen. En dus ik zou het heel jammer vinden. Dus ik hoop dat hij sowieso blijft, maar goed, dat ligt in andere mensen in handen. We wachten het af. Ja. Hans, waar ga je nu heen volgende week? Volgende week naar het buitenland. Spanje. En, Spanje. Daarna weet ik nog niet. Oké. Is ook trouwens geheim, hè? Okay. Strikt geheim. En dat hoor je een dag van tevoren? Of? Nou, ik maak zelf een programma en dan praten we erover. En dan, soms wordt dan het verzoek gedaan van of ik ergens anders heen wil. Ja. Dus dat doen we allemaal in overleg eigenlijk met Mark Overmars en Henk Veldmaat. Ja. En Edwin van der Sar die zei van, die verbindt zijn eigen functie daaraan. Als het mocht Ajax niet alles halen. Nou ja, dat ziet er nou, wel nee, uit. Hij heeft niet, volgens mij niet zo gezegd. Hij heeft gezegd, denk ik, als het onder Ten Hag niet verbetert, dat hij dan zijn conclusies zou trekken. Dat is volgens mij wat hij gezegd heeft. Dus Edwin heeft zichzelf daarmee natuurlijk wel onder druk gezet. En ik weet ook niet of dat verstandig is geweest, want een goede algemeen directeur, ja. En ik denk wel dat hij dat is, die moet gewoon blijven. Oké, Jan, hoe ziet jouw toekomst eruit? Nou, wij gaan gewoon nog erg veel optreden, vooral ook in het buitenland. Ja. Dus ik ga nog een keer langs de hele westkust van Zuid-Afrika optreden, in een paar keer in Roemenië. En waarschijnlijk een theatertour nog in Nederland. Dus, Dus dat zijn de eerste anderhalf jaar zo'n beetje. Ja, dus jij staat nog wel tot je 80ste op de... Nee, 80ste niet. Dan was ik zo goed gesminkt. Ja. Nee, het wordt ik denk van tot 70 zo zo'n beetje. Okay. Dan kent het wel weer. Ja, dan kent het wel weer. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, we sluiten het af. Maar niet voordat ik even de agenda met u doorneem. Morgen speelt Volendam een thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht om 8:00. Woensdag hebben we Love Voetbal Extra en dan is onze gast Kea Molenaar. Ook altijd wel wat te vertellen. Vrijdag speelt Volendam de uitwedstrijd tegen Jong PSV. En dan speelt ook de zaalvoetbal weer een thuiswedstrijd tegen WSV FSG. Academie.
Aha. Ja, dat is een mond vol. Ja. Maar goed, ze doen het heel goed, de zaalvoetbal. En ja, laten we hopen dat ze bij de bovenste plaats blijven. En dat gaat goed. Het zaterdagteam speelt een uitwedstrijd tegen Vitesse Delft. En het zondagteam speelt een thuiswedstrijd. En dan ga ik toch even spieken tegen Hercules Zaandam. En wij zijn weer terug 8 april met een nieuwe aflevering van De Aftrap. Ik wil als laatste natuurlijk onze gasten bedanken. Hans, succes bij Ajax. En Jan, jij natuurlijk succes met je muzikale carrière. Dankjewel. En wat, wat jullie daarnaast ook, ook doen. Ja. Kees, jij succes. En, graag gedaan. Wij spreken elkaar. Is goed. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Slagerij J&J Rundekamp, Jan Smit BV en Smit Bokkum. Al 6 generaties en ruim 160 jaar het culinaire visitekaartje van Volendam.